Nou ja, je zei het al, hè, 1000 jaar geleden zou hier de allereerste kermis van heel Nederland zijn geweest. In Wijk bij Duurstede. Toen was het wel wat kleiner natuurlijk, hè, dan dat het nu is, dat plaatje. Maar we staan er nu ook op die kermis. Nou ja, je ziet hier, het is wel veranderd in de loop der jaren. Want vroeger moet je denken aan dat er allerlei freakshows waren. Dikke mensen, dunne mensen, kleine mensen. Van alles en nog wat. Ik heb me zelfs laten vertellen dat er vroeger een attractie was die heette Blik in de Verte. En wat je zag is dat je een hokje inging en dan zag je ook letterlijk een blik in de verte. Dus dat zijn hele creatieve dingen, zeg maar, waar we nou van zouden zeggen van hoe bedenk je het nou eigenlijk? Maar er waren ook wonderdokters. Denk bijvoorbeeld aan de tandarts. En ook kwakzalvers natuurlijk. Muzikanten. Van alles en nog wat was er. In de loop der jaren is dat allemaal wel veranderd. Nou, en ik heb vandaag gesproken met iemand die echt tot zo'n kermisfamilie hoorde. En daar gaan we eventjes naar kijken. Nou ja, dit is dan de draaimolen. De hobbelpaarden aan de buitenkant en de stilstaande paarden aan de binnenkant. En wij mochten dan altijd natuurlijk voor niks in de draaimolen. Maar als het druk was, dan mochten we niet op zo'n hobbelpaard. Dan moesten we eraf en op een stilstaandpaard. Marianne stamt af van de familie Rangier, een Wijkse kermisfamilie. Als klein kind al kwam ze vaak op die kermis. De entree voor de draaimolen was 10 cent. Voor groot en klein. Nou ja, en tot 's avonds 12 uur stond die draaimolen er op de kermis. Helemaal vol met mensen, met z'n drieën op een hobbelpaard, volwassen. Nu kijkt Marianne graag naar de kermis die ze bijna vanuit haar raam kan zien. In die grote dingen die zo over de kop gaan, daar ga ik niet meer in. En in dat wat zo hard ronddraait, dat wordt misselijk. Dus, ja. Toch geniet ze er nog steeds van. Je ziet veel mensen lopen, alle terrassen zitten vol, overal. En ja, dus. Ja, gaan we terug naar verslaggever Iris Tasseron op de kermis. Hoe is de sfeer daar nu, Iris? Nou ja, goed, je ziet, ik moet mijn oren even dicht houden, want dan hoor ik je wel beter, Annemarie. Er is natuurlijk heel veel muziek, dat hoor je overal. De sfeer is goed. Veel kleine kinderen die echt van alles en nog wat aan het doen zijn. Vergeet niet, ijsjes, hè. Het is nog lekker weer. Dus ijsjes worden er ook gegeten en er wordt van alles gedaan. Maar de organisator van deze kermis, die staat ook bij mij. Dat is Sebastiaan Vonk. En we staan hier bij een attractie, dat heet De Vliegende Olifant. Is dit echt zo'n nieuwe attractie waar mensen graag in zitten? Ja, dit is een beetje het nieuwe normaal. Dit vinden de kinderen ontzettend leuk om te zien. Nou, je ziet het achter me, de kleuren spreken natuurlijk aan. En kleine kinderen vinden het steeds leuker om wat spannendsters te doen. Maar waar is die draaimolen gebleven? Ja, die staat verderop. Maar wel in een andere vorm zoals dat we hem vroeger deden kennen. Maar wat is er dan veranderd in de loop der jaren? Is er echt een... Het veel meer een jeugd-event geworden, zeg maar? Of is het ook nog steeds echt voor de gezinnen? Ja, het is voor allebei natuurlijk. Maar wat je wel ziet, is dat het tegenwoordig allemaal harder, sneller, hoger en spannender moet. Wat kunnen we verder kijken? Want daar verderop, daar was ook nog iets. Daarvan zei je van, nou, dit is echt iets wat kinderen... Ik moet heel even op de cameraman letten, jongens. Dat hij niet over een kinderwagen of een buggy valt. Dus het gaat goed. Hier heb je nog wel zoiets, dat lijkt een beetje op botsautootjes. Ja, alleen voor de allerkleinste kermisvierders. Dus hier kunnen ze hun eerste meters als de nieuwe Max Verstappen gaan maken. Ja, dat is natuurlijk het allerleukste. Vond ik ook het leukst. De botsautootjes. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, Annemarie. Maar die vond ik het leukste. Maar helaas staat hij nu even stil. Maar dan straks vertelde je mij, Sebastiaan, dat dit echt iets is waar nu hele gezinnen in zitten. Ja, hier zitten echt de kleinste kinderen die erin mogen. Tot de papa's en mama's en af en toe ook de opa's en oma's in de vliegende bank. Dat draait helemaal rond en zo, dus dat gaat best wel stevig. Maar je moet toch altijd een zekere hoogte hebben, zeg maar, of zo groot, een bepaalde lengte hebben voordat je in zoiets mag. Ja, en dat staat bij elke kassa vermeld. Er staat netjes een lengtebord. En dan kijken de kinderen ook echt wel, oh, mag ik er al in stiekem of gaan ze op de tenen staan? En dan moeten we goed opletten dat dat niet gebeurt. Moet je wel goed met die trends meegaan, want jij bent degene die mij vertelde over... wat was het nou? Blik in de verte? Ja. Waar haal je dat vandaan? Zoiets daar zou je nu niet meer wegkomen, denk ik. Nee, tegenwoordig hebben de mensen steeds vaker door hoe de dingen in elkaar zitten. En vinden ze het natuurlijk wel leuk om nog een klein beetje in de maling genomen te worden. Maar ze vinden alles wel weer... Het moet allemaal weer even wat nieuwer. Moet wel spektakel blijven, zeg maar.
En al die verhalen over dat er ongeregeldheden zijn, hè, dat er vechtpartijtjes zijn op zo'n kermis, dat gebeurt ook nog wel eens. Hoe gaan jullie daar als organisatie mee om? Nou ja, tegenwoordig moeten we helaas steeds vaker beveiliging inzetten. We hebben netjes de huisregels geplaatst en we houden natuurlijk met elkaar goed toezicht dat alles wel ordelijk verloopt hier. En hoe lang organiseren jullie het nu al in Wijk Beduursteden? Dat is een goede vraag. Ik denk al een jaar of 15. Ja, ik hoorde van je vader 10, 15 jaar inderdaad. En jij hebt de zaak overgenomen. Nou, dat is nog informatie die je dan nog eventjes goed moet onthouden, toch? Ja, dan moet ik even goed eens morgen gaan knopen. Nou ja, goed. Het gaat nu goed. Het is de allereerste dag van die kermis. Dus ja, alles loopt nog heel soepel. Het is gezellig. Mensen hebben er zin in. En het weer zit ook mee. Dus wat wil je nog meer? Iris, dankjewel. Veel plezier daar nog.